kun je leven in een gebied dat weinig te bieden heeft, waar nauwelijks voedsel is, waar de overheid je niet steunt. Leven in zo'n gebied is een hele zware opgave. Dit is Jasmine. Haar is het gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken waarin ze leefde. Ze heeft nu 2 geiten en verdient geld met de melk. Ze is trots op haar bedrijfje. Andere vrouwen in het dorp volgden haar voorbeeld. Samen hebben ze nu een coöperatie voor geitenhouders opgericht. Want samen kunnen ze meer verkopen. Welkom bij Dorcas. Een organisatie die de levens van de allerarmsten blijvend wil veranderen. Hoe doen we dat? Ieder mens heeft van de schepper talenten en vaardigheden gekregen. Maar door omstandigheden kun je volledig verlamd zijn en het vertrouwen in jezelf kwijtraken. Dorcas wil mensen weer tot bloei brengen. Daarom werkt Dorcas op individueel niveau aan versterking van de eigenwaarde. Mensen nieuwe vaardigheden leren, maar ook door praktische en materiële hulp te bieden. Dorcas stimuleert ook samenwerking door de gemeenschap aan te moedigen zich te organiseren en samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Ten slotte motiveert Dorcas ook overheden en organisaties, bedrijven en scholen om ondersteuning te bieden. Dus samenvattend, Dorcas streeft naar blijvende veranderingen door op 3 niveaus de problemen aan te pakken. Op individueel niveau mensen laten beseffen dat ze potentieel hebben. Op gemeenschapsniveau mensen stimuleren om gezamenlijk hun kracht te gebruiken. En op maatschappelijk niveau organisaties en overheden tot ondersteuning motiveren. Zo kunnen gemeenschappen tot bloei komen waarin mensen zichzelf kunnen zijn en met respect en gelijkwaardigheid worden behandeld. En al dat werk gebeurt door medewerkers en vrijwilligers die dit werk met liefde, passie en geloof doen. Welkom bij Dorcas.